Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik ben in Sint-Truiden, de regio bij uitstek voor appelen en peren. Allemaal prachtige perenbomen, want ik ben op zoek naar de Red Modok, een rode peer. Allemaal geplukt. Hier ga ik ze niet vinden. Kurt, ça va? Zijn de peren aan het controleren? We zijn de peren aan het controleren. En wat gebeurt er hier nu allemaal? Want ja, de boomgaard, daar zijn nu niet meer veel meer peren te bespeuren. Nee, die zijn geplukt. Half september gaan die in de koelcellen. En na een week of 3-4 wordt dat dan nog een keer gewassen. Getransporteerd naar de sortering die ze in dozen legt, in verpakkingen legt, voor ze naar de consument gaat. Amai, en nice. Dat doen we hier. We go together. De Red Modok, ik had daar nog nooit van gehoord. Alles relatief nieuw in België. Het is een Amerikaanse peer, sinds 2 jaar in productie in België. Okay. Ik zeg altijd, het beste wat de wereld bieden kan, wordt in België geteeld qua peer. Is het waar? Dicht bij de zee, een uniek klimaat, ideaal om een peer te laten gedijen. Super. Een tip, onder die schil heb je de beste smaak. En ik omschrijf dat naar een perzikensmaak. Dus een tip proberen aan de mensen thuis, best niet schillen. Gewoon in zijn geheel gebruiken. Niet schillen, eet ze op, het is het beste. Kurt, ik heb nu wel goesting gekregen om zo een keer een peer te proeven. Het heeft lang geduurd, ik had gedacht dat je dat eerder ging vragen. Ja, ik wou er alleen een pakken van de mand, maar... We gaan er gaan nemen. Dat is het, hè. Ik ga ook nog een bijten. Ik ben niet zo'n fan van die zompige, platte peren. Deze heeft er niks mee te maken, hè. Kei krokant. Heeft een harde beet en een zoete smaak. Maar ook zo dat licht zuurtje erin. Ook heel lekker. Ja. Kurt, mag ik nu nog één vraag stellen? Ja. We zijn hier in Sint-Truiden. Ja. Maar jij bent een West-Vlaming. Hoe in godsnaam is dat gebeurd? Ik ben een fruithandelaar. En waar moet je dan wonen? Waar het fruit staat. Dit is de reden waarom dat ik geëmigreerd ben naar Limburg. Dat is de reden. Maar toch grappig, hè? De West-Vlaming in Limburg. Ik vind dat top. Dikke merci. Dank u.